De Oeigoeren zijn een bevolkingsgroep in de provincie Xinjiang in China, duizenden kilometers van de hoofdstad Peking. Ze zijn met 12 miljoen en voornamelijk moslim en ze spreken een taal verwant aan het Turks. De laatste jaren duiken steeds meer bewijzen op dat de Oeigoeren gedwongen worden om hun taal, godsdienst en cultuur op te geven. De Chinese overheid zou tot 1 miljoen Oeigoeren in heropvoedingskampen hebben opgesloten. China zelf noemt dat opleidingscentra. Kinderen zouden gescheiden worden van hun ouders om hen op te voeden in het Chinees en volwassenen zouden onvruchtbaar gemaakt worden. Er zijn ook al beelden opgedoken van mannen in gevangenispakken die kaalgeschoren zijn en op hun knieën moeten gaan zitten. Mensen die konden ontsnappen uit die kampen zeggen dat ze werden gemarteld en lang leven de president moesten zingen. Ook de Oeigoeren die niet in die kampen vastzitten worden overal gevolgd en gecontroleerd. China zegt dat het islamistisch terrorisme wil bestrijden, maar zowel Europa als de Verenigde Staten veroordelen de behandeling van de Oeigoeren en noemen het ook een volkerenmoord.